Heb je weer iets aangelaten? Oh god, jij brengt ongeluk, man. Ja, iets staat er nog aan. Iemand heeft die... Hier, dit is het, het licht. Hupsakee, dat was het. Wil je vooruit of achteruit duwen? Achteruit, want voor is een auto. Je moet niet echt die fucking ruit aan, toch? Dat werkt niet. Ja, ja. Welkom. Vandaag zijn probleemoplossers Maurits en Mimoen in Den Bosch. Daar wordt gevochten om een parkeerplek waar eigenlijk niemand mag parkeren. Dus dat is echt gewoon fucking probleem. In Arnhem helpen de heren Chantal in haar strijd tegen asociale afvaldumpers. Ik heb ze. Kom mee. Heel kort. Kom eens even terug. En Roberto heeft last van ongedierte dat volgens hem afkomstig is van het vieze huis van de buren. Baal er een keer van. Het hangt me een keer de strot uit. Wat doe je als je een probleem hebt? Nou, dan schakel je deze twee helden in. Voor hen is geen probleem te groot. Maurits en Mimoen vragen om problemen. Wat is jouw probleem? En iedereen met een probleem kan het dynamische duo inschakelen om dat op te lossen. Hallo, mijn Arabische broer. Waarom moet het Arabische er weer bij? Ik ben gewoon mokro, is Arabisch. Oh. Of niet? Je vertelt me niet pas dat ik mokro ben. Nee, ik heb helemaal geen zin om te rijden, Maurits. Kiepers. Nou, ik vind het... Heb je juist jou gekozen dat het lijkt alsof ik een chauffeur heb? Ja, ik ben je fucking chauffeur niet. Den Bosch. Wij hebben hier een heel groot probleem hier het parkeren. Ze heeft twee piercings in de wang. En daarvoor zetten wij hier de auto's allemaal dubbel neer. Maar er is ook iemand die altijd deze parkeerplek opeist. Terwijl dat je hier niet mag parkeren voor die paal. En dit gewoon geen parkeerplek is. Oké, lastig. Dus ze parkeren ergens waar ze niet mogen parkeren. Ik wil haar gewoon face-to-face spreken. Zullen we naar Den Bosch rijden? Ja, we moeten. Ik ga gewoon staan. Nou, Den Bosch, zet je schrap. Oké. Parkeerproblemen. Mirelle en Patrick wonen in de uiterst gezellige wijk Hambaken. Hier ergens moet het wijzen. Nu moeten we parkeren. Dus alles is vol. Ja, maar je kan het gewoon hier zetten. Ja, maar dit is geen parkeerplek. Dit is geen parkeerplek. Nou, hey. Ik sta er dus en ik sta er gepakt. Maar dit is geen parkeerplek. Ik wil eventjes eerst om me heen kijken. Waarom? Dus dit is eigenlijk dat wat we in beeld zagen. Hier staan gewoon mensen geparkeerd. En dit is de plek waar mensen last van hebben, als ik me niet vergis. Dus deze auto die mag in principe hier niet meer staan. Ga je niet aan die auto zitten? Nee, ik ga eventjes om me heen kijken. Het kan in principe helemaal niet dat die hier staat. Paul naast het subtropisch zwemparadijs wonen Mirelle en Patrick. Die weten precies hoe het zit. Zit! Af! Moeimoen! Dat is de gespierste hond ever! Moesie! Kom uit, stappen gaan. Je bent gek! Wallah, Maurits, als ik geweten word, is het jouw schuld. Hij gaat vaker naar de sportschool dan ik. De hond gaat gewoon naar de hond. Oké, jongens, wat gaat het worden? Puppy weg of Mimoen weg? Goeiemiddag. Ah, puppy weg. Prima. Hallo, Mimoen. Hoi, Patrick. Hallo. En u bent Mireille? Ja. Hoi, goeiedag. Jou moeten we hebben. Oh, moet je mij hebben? Jij hebt een klacht. Ik heb een klacht? Nee, ik ben zelf veroorzaker van de klacht. Weet je wat het is? Wij hebben eigenlijk als buurtbewoners eigenlijk bijna de mensen die allemaal hier een beetje wonen. Hebben we zoiets van, nou, dan gaan we de auto gaan we gewoon hier dubbel parkeren. Zoals dit busje? Ja, wij hebben er gewoon onderling hebben we dat gewoon met de buurt over gehad. Wie heeft daar problemen mee? Als die daar staat, dan is het voor één iemand vaak een probleem. En dat is? En dat is de overbuurman die daar op die plek woont. Wat doet de buurman dan precies? En de buurman die zet hem gewoon zelf voor dat paaltje. En zoals ik al zei, wij weten allemaal dat het niet mag. Maar als dan iemand anders hem daar zet, dan heeft hij daar een heel groot probleem. Ja, dan is het een egoïstisch probleem, omdat het voor zijn deur is. Ja, hij vindt het vervelend als zijn ingang naar zijn tuin versperd wordt natuurlijk. Door een andere auto. We zijn een verkooppunt van vlees en van brokken. Dus wij hebben ook veel klanten die af en toe even aan en afrijden. En dat zijn even een paar minuutjes.
paar dagen geleden nog een voor gedaan. Dat de buurman stond zelf hier geparkeerd. Een klant van ons komt hier aan en zegt, moet u weg, meneer? En zei, die auto weg voor mijn dingen en dit. En dat liep echt op. Dat was bijna vechten, dus... Oké. Patrick en Mirelle wonen hier. En parkeren mag hier. Als het daar vol is, parkeren zij en hun klanten hier. Dubbel dus. Hier woont Jos. Die vindt het bloedirritant als er dubbel geparkeerd wordt. Maar zelf zet hij zijn auto vaak hier. Dus. En alsof de duivel ermee speelt, komt er net een klant aan. En waar parkeert de klant? Precies voor het paaltje. Bij de buurman voor de deur. Ik kom brok halen. Je weet dat je officieel hier niet mag parkeren. Ja, dat klopt. Heb je wel eens problemen gehad toen je hier Heeft iemand je hier wel eens weggestuurd? Ja. De meneer die hier woont, ik bied het netjes aan. Van moet ik mijn auto wegzetten? Zet ik hem op uw parkeerplaats neer. Yeah. En meneer zegt, ja, altijd hetzelfde liedje. En op een gegeven moment liep het zo hoog op dat ik... Nou ga je auto wegzetten, anders pak ik een steen en gooi ik hem door je voorraam heen. Zo. Ja, dat is inderdaad dan zeg ik van, weet je wat het is? En dan laat ik hem lekker staan. Kijk, wat hij doet, is iedereen hier wegsturen, maar zelf ook parkeren. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is dus de reden waarom ik hem ook hier neerzet. Hij zet hem hier zelf ook neer. Mag mijn auto hier ook staan? Dus eigenlijk, dus als hij het niet doet, zou jij het ook niet doen? Ja, in principe wel. Op nog geen 20 meter hier vandaan staan gewoon parkeerplekken, toch? Ja, 10 meter. Maar waarom kies je Jonge dan voor gozer, hier? Sterk. Je kan die zakken 20 kilo pak jij zo op je schouder. Het is een klein stukje loop. Waarom kies je hiervoor? Ja, makkelijkheid. Ah, makkelijkheid. Gemakzucht. Luiheid. Zo zwaar zijn een paar zakken hondenbrokken toch niet? Even proberen. Alle twee. Alle twee. Maurits, probeer het. Ja, maar wollo. Eerlijk toegeven wanneer je problemen begint te krijgen. Oké, ik zeg je eerlijk. Hier wordt het al een beetje... Zwaar. Kom op. Ja. En stel dat dit expeditie Robinson was je zeg maar weggegaan. Grappig doen. Oké, geef maar. Als je zo wil dat ik ze overneem, doe ik dat wel. Oké, het is... Het is heavy, maar het Je is pakt het gewoon verkeerd vast, man. Het is helemaal niet zo. Ga zelfs rennen als je wilt. Man. Ja, ren dan. Doe stoer. Ach, man, Maurits. Nee, nee, maar kijk, je kan niet mannen rennen, die eten dingen. Geen honing, jongen. Die kauwen bijen. Oké, als ik eerlijk toe moet geven, het is heavy. Je hoeft het in principe niet te dragen, hè? Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Je kan ook een karretje halen. Om maar even het probleem... Klopt. Het feit dat jij vindt dat dit makkelijker is... En dat jij geen karretje hebt waarmee je het even kan dragen, is toch eigenlijk niet het probleem van de buurman. Klopt. Maar dan hoort de buurman ook zo te doen om zijn eigen auto hier ook niet te parkeren. Die geef ik je. Niet toeteren, man. Het is overlast. Dit is geen parkeerplek. De buurman parkeert hier zijn auto. De klanten van Pet parkeren hier zijn auto. Dat vindt de buurman niet leuk. Eigenlijk zit iedereen fout. Iedereen zit fout. Weet je waar het tijd voor is? De buurman. We moeten hem ontmoeten, hè? Ja, we hebben zoveel wel heel over erg de buurman. Oké, let's go. Gaan we gaan het gewoon doen. Happy face. Hallo. Even met u praten. Heel kort. Niks aan de hand. Sst, niet zo schreeuwen. We willen je parkeerprobleem oplossen. Heel kort. Zodat er niemand meer daar gaat parkeren. Het is echt 2 minuten van uw tijd. Alsjeblieft. De buurman, Jos, zit even tv te kijken. Straks zien we of hij de tijd kan vinden om even open te doen voor Maurits en Mimoen. Maar eerst even een plaspauze op weg naar het Arnhemse geitenkamp. Heb je niet eens iets voor mij gehaald? Eén maandschap. Ik doe gezonde dingen. Jij moet gezond. En als ik iets voor jou zou kopen, zou ik iets ongezonds voor je moeten kopen. En dan zou ik niet om je geven. Ken je dat liedje nog? Parole, parole, parole. Parole, gebabbel, gebabbel. Stel wat ik bedoel. Ik geef om je. Geitenkamp. Geitenkamp? Ja, we hebben een buurvrouwtje, zeg maar. Ja, die woont daar alleen met de zoon af. Die hond is haai! Ja, ik heb het idee dat het een beetje verzamelaars zijn. En ja, daardoor ook een beetje problemen krijgt met muizen. Dat we die muizen nou hebben, dat het een beetje door dat huis komt, zeg maar. Ze hebben vorig jaar 2 containers met afval uitgehaald. Als je dan bij je eigen moeder al met een witte overal in gaat, zo met de muts en al op, en een kap op. Ja, dan heb ik mijn twijfels al of het dan wel zo schoon is daar. Jesus in heaven. Als ik me niet vergis, Maurits, hebben we het hier over verwaarlozing. Vriend, ik let op die hond. Die hond, die kan me geest. Dit wordt een zaak die we heel serieus moeten nemen, man. Maar niet die hond, man. Die hond puft, ruft, boert, doet alles. Dat heb ik niet gezien.
Laat me dat doen, man. Ja, ik weet het niet. Wat we gaan doen, is we gaan gewoon er naartoe en dan zien we het wel. Opdracht 1 is binnenkomen. Want vaak als mensen in huis een troep is, willen ze dat niet laten zien. Ah, dat komt wel goed. Slechts weinig deuren blijven gesloten voor Mimoen en Maurits. En ook in Geitenkamp worden ze met open armen ontvangen. Oké, aan welke kant? Oh, hoe parkeren mensen hier? Goeiedag, wij zijn op zoek naar Roberto en Deborah. Hoi, Maurits. Hoi. Hoi, Maurits. Doen ze wat? Ik ga janken. Dit is Mimoen, 37 jaar, weegt 105 kilo en is bang voor een hondje die niet eens bij zijn knie komt. Jullie hebben ons gebeld. We hebben een beetje last van muizen en zo. En dat gaat s'nachts om 2 uur, begint dat al te dansen boven het zolder. Ja, we hebben een hele lieve buurvrouw. Ja? Ja, en ze werkt best wel veel. Ja, ze kan het gewoon niet aan of zo. Ik weet niet wat het precies is. Maar... Ja, de tuin, daar zit een hele hoop onkruid. En vorig jaar zijn ze er al mee bezig geweest, over buurman en zo. Ze wordt een beetje min of meer verwaarloosd. Ja. Of ze verwaarloosd eigenlijk een beetje hunzelf, omdat ze te veel werken. Kunnen we vanaf jullie tuin haar tuin zien? Ja. De heren worden meteen uitgenodigd voor een kijkje in de slaapkamer. Dat is voor Mimoen helemaal nieuw. Nou, dus hier gebeurt het allemaal. Hier gebeurt het feest. Oké. Maar dat ziet er toch niet echt super verwaarloosd uit? Nou, ja, vind ik wel, ja. Ik heb er een hekel aan. Ik bedoel, het groeit allemaal onder die schutting door. En ze kan het gewoon niet aan. Weet je wat ik denk, Roberto? Nou, zeg het eens. Je moet niet boos worden. Ik word niet boos, jongen. Dan moet ik denk dat jij smetvrees hebt. Ik heb om me heen zitten kijken. Jij bent... Hoe vaak schrop jij je huis? 2-3 keer op een dag. Op een dag? Ja. Dat doe ik per jaar. Roberto, om even serieus te blijven. Ja. Kan het zijn dat het aan jou ligt? Dat jij zo fucking irritant bent, dat je je gewoon aan alles irriteert? Nee, helemaal niet. Nee, als ik me hier moet gaan irriteren in deze buurt, dan staan we volgende week nog te praten. Je hebt ook gezegd dat je last hebt van muizen. Ja. Laat zien waar. Laat zien, waar zitten ze? Laat eens zien. Laat me zien. Ik heb een zaklantaarn aan. Ik zie geen muizen. Ik zie wel muizenkeutels. Maar dus je hebt gemiddeld 3 keer per nacht wakker door de muizen? Ja, zo is gewoon eroverheen rennen. Jij lijkt me dan wel het type die dan geneigd is om gewoon bij de buurvrouw aan te kloppen. Want jij vindt dat het haar schuld is, toch? Ik heb wel, ja, eigenlijk wel, ja. Dat baal ik gewoon, anders ze stekken. En dan moeten ze naar beneden, want de buurjongen komt naar buiten en wil wegfietsen. Hallo, meneer. Hoe is het? Ja, heel goed. Mag ik mezelf even voorstellen? Ik ben Mimoen. We zijn van het programma Maurits en Mimoen Vragen om Problemen. Mogen we je 1 vraagje stellen? Ja, heel kort. Jullie buren zijn heel erg bezorgd. Omdat jouw mama is heel vaak thuis en ze zien haar eigenlijk niet. En de tuin is een beetje niet opgeruimd. En nu hebben ze het gevoel van, hey, misschien hebben jullie geen tijd of ruimte om het op te ruimen. En hebben ze ons ingeschakeld van, hey, ga eens met hen praten. Oké. Okay. Waarom zijn wij er? Ja, goed. Ja, nee, ik heb er zelf geen tijd voor, inderdaad. Okay. Ik ben heel druk met mijn werk bezig. Ja. Mogen wij jou helpen? Op een door jou uitgekozen tijdstip? Ja, voor mij wel. Meneer, ben je terug? Ja, ik ben... Mogen wij jouw nummer, dat we jou later even bellen? Ja, dat vind ik goed. Dan bellen we jou straks even op en dan maken we even een keurige afspraak met je. Yes, Danny, werk ze. Ja, en tot straks. Leuke man, Danny. Ja, hele leuke man. Hé, Roberto, zoals je ziet zijn we net even naar je buurman geweest. Weet jij hoe die heet? Nee. Jij weet niet hoe die heet? Nee, want je hebt er wel jouw moeder overal contact mee. Je praat wel eens mee, maar... Hij heet Danny. Danny. In 10 seconden ben ik achter zijn naam gekomen. En we weten zelfs... En ik heb zijn nummer ook nog. En we weten waar hij werkt. En hij is een kok. Jongens, de buurvrouw. Kijk eens aan. Ja. Mevrouw? Ja. Mogen u wat vragen? Ik ben Mimoen. Hoi, Marga. Marga? Ja. Marga heet je. Marga. Wat leuk, wat ziet het er leuk uit. Dankjewel, maar ik heb geen tijd, ik moet weg. Wij zijn hier voor u. Wij zijn helemaal uit Amsterdam gekomen omdat zij ons hebben gebeld. Omdat ze hebben gezien, omdat ze ervan uitgaan dat u het heel erg druk heeft. Ze hebben een beetje naar uw tuin gekeken en dat u geen tijd heeft om uw tuin op te ruimen. En hebben ze ons gevraagd of wij u kunnen helpen. Mogen wij u even een klein stukje verderop even alleen spreken? Heel kort, dat we niet iedereen... Ja, maar dan liever zonder camera. Ja, zonder camera. Dat doen we zonder camera. Oké. Yes? Dankjewel. Ik heb geen... Kom, we lopen even een stukje met u mee. We hebben Danny ook al gesproken, uw zoon, hè? Ja. En Danny vond het geen probleem? Ja, hij niet. Nee. Dus zullen we het enig... Ik schaam me een beetje. U hoeft zich niet te schamen. Mag ik een heel korte vraag stellen, lieve Marga? U zegt echt oprecht, u schaamt zich. Ja, voor de tuin. De tuin, dat kunnen wij oplossen. Denk er gewoon rustig over na. Wij gaan u straks bellen. Ja, dankjewel. Yes. Hoi.
ben best wel geschrokken, Maurits. Waarom? Als je gewoon in haar ogen keek, is dat ze wel heel graag geholpen wil worden. Maar de schaamte voor haar problemen, dat zit bij haar gewoon echt diep. Het glas is altijd half vol, weet je nog? Eerst was ze niet praten. En we hebben met haar gesproken, we hebben haar nummer. En de kracht van ons is, als je met ons praat, dan hebben we haar. Ik wil haar echt helpen. Ik ook. Ja, straks zien we of de nobele heren Marga en haar zoon weten te redden. Maar nu eerst een zaak met een luchtje. Kom, laat het filmpje bekijken. Arnhem Spijkerkwartier. Ik ben Chantal. Ik woon hier samen met mijn vriend. En sinds een tijdje hebben we heel erg last hier van de containers waar het afval in wordt gegooid. We hebben een soort pasjesysteem, maar iedereen is eigenlijk te laks om het of te gebruiken. Of die hebben geen pasje. Dat is deze. En daardoor wordt eigenlijk gewoon het huisafval, het grofvuil, wordt gewoon allemaal naast de container gedumpt. En ja, er loopt de spuigaten uit. Het stinkt en de katten zitten eraan, ratten zitten erbij. En het is gewoon één grote bende. Hechtgetver. Kevin, die mensen die om... Niet dat zij dat is, maar het zou kunnen. Het zeiken om het zeiken. Snap je wat ik bedoel? Er zitten drie vuile zakken daarop. Ah, het loopt de spuigaten uit. Ah, het kan niet. Er zijn ratten. Ik heb geen ratten gezien, man. Ik zag een vlieg. Nee, maar ratten komen ook op het moment dat je er niet staat, hè? Denk je? Ja, zeker. Ratten moeten toch gewoon eten? Zeker. Ratten don't give a fuck about you. Waar komen de ratten vandaan? Ga je nu een grapje maken? Hamelen. Iets met hamelen. Nee, de rio's. Ja, zitten ratten altijd in het rio? Komen ratten uit de Hamelen? Is dat een iets of zo? Nee, de rattenvanger van Hamelen. Dat is een heel... Ken je dat niet? Een verhaaltje? Een sprookje? Slechte jeugd. Slechte jeugd? Slechte jeugd. Ik speelde elke dag buiten. Een slechte popjeugd. Jeugd. Ik heb geen trauma's. Hey. Ik verloor met PlayStation en dat soort dingen. Elke dag buiten spelen doen jullie Marokkanen wel vaker, hè? Arnhem. In 2009 nog de groenste stad van Europa. Echt. Hallo Chantal. Hi. Wij zijn Maurits en Mimoen van het programma Maurits en Mimoen Vraag voor Problemen. Dat? Kunnen we naar boven komen? Hoi, hoi. Yes, twee kolontjes alsjeblieft. Hoi. Hey. Chantal. Yes. Hoi, ik ben Mimoen. Hoi, ik ben er ook. Hoi, Maurits. Hoi. Danny. Hoi. Danny. U had een probleem. Ja, en dat probleem is eigenlijk al een paar maanden speelt dat. Want we hebben overal in Arnhem afvalbakken. En we hebben nu pasjesysteem. En dan moet je dus pasje ervoor, afvalzak erin. Zou moeten werken, maar het werkt niet. Hoe ziet zo'n pasje eruit? Ik heb hem hier. Afval. Staat er ook heel mooi op. Afval laten we er wat van maken. Niet iedereen heeft nog een pasje. Mm-hmm. En je hebt hier allemaal studenten wonen ook, allemaal studentenhuizen. Dus die hebben maar één pasje. Dus ik krijg het probleem van, ja, ik gooi de vuilnis weg. Oh, ik ben pasje vergeten. Of ik heb geen pasje. En dan gooi je ze er allemaal naast. Dus het is echt één grote berg. Dan... En wij komen er elk dagelijks komen er langs. Het is echt een looproute. En dan loop je gewoon door dat troep. Loop je... Komt er ongedierte op af? Ja, muizen zijn al gezien. Alles. Muizen, ratten. De katten die... Ratten ook? Ja, ratten ook. De kap heeft een rat gezien. En de katten die maken alle zakken open. Omdat ze denken van, oh, lekker eten. Dus alle zakken liggen ook open. En... Dit is toch duidelijk een gemeentekwestie? Nou, ik erg me vooral aan de mensen die het gewoon ernaast zetten. Want ik ben iemand die zegt van, oké, heb ik geen pasje, dan zet ik het nog niet buiten. Dus ik vind dat mensen ook bewust moeten worden dat ze niet zomaar alles weggooien. Zullen wij even naar de container gaan? Pasjes om je afval weg te gooien. Wat een geniaal idee. Het, hier ruikt het al, hè? Ik wil even zien of het door iedereen te gebruiken is. Dus het enige wat je hoeft te doen... Dat is een zak vol hondenpoep. Oh, je hebt geen geur-tv, gelukkig. Maar... Degene die dit heeft gedaan is echt, echt, echt erg. Mag het ook maar één keer per dag of zo? Weet ik niet. Nee, voor mij elke keer. Het mag wel onbeperkt als het goed is. Meneer, woont u, mag ik me goed vragen? Ja, dat kan. Maar hoe vaak in de week komt u er tegen, deze viezigheid? Elke dag hebben we te maken met een berg hier. Het is zeker geen pretje. Het zijn geen twee vingers in de lucht, maar twee vingers in de neus. Hey, het is toch gewoon... Ja, sorry dat ik het zo benoem, maar het is toch asociaal gedrag? Ja, maar de gemeente die bouwt hier ondergrondse containers. Maar die bestond al veel langer en toen was het geen probleem. Kijk, een hele goede meneer. Heel goed. Jongens. Meneer, heeft u er ook last van dat mensen het vuil ernaast zetten? Ja. Heeft u er geprobeerd wat aan te doen? Als ik ernaast sta, dan wil ik wel eens in de zak, als er één zak staat, dan wil ik er nog wel eens een zak in doen. Zo. Waarom een pasjesysteem? Wat is de functie ervan? Ze willen waarschijnlijk niet dat vreemde mensen hun vuil ook weg mogen gooien. Ja. Kost een pasje aanvragen geld?
Ja, als je een extra pasje wilt hebben, wel. Want ik ben helemaal kwijtgeraakt. Hoeveel kost dat? Tientje. Wiens probleem is dit? Ja, bij de gemeente. Ja, iedereen... De gemeente heeft het er toch niet naast gelegd? Nee, de gemeente niet. Maar sommige mensen weten niet eens hoe ze met de kaart om moeten gaan. Kijk, ze geven te weinig pasjes, geven ze weg niet zo. Oh, okay. Heb jij hetzelfde probleem ook? Ik heb hetzelfde probleem bij ons ook zo. Denk jij dat als iedereen een pas heeft, dat het probleem opgelost ja. is? Ja. Ja, nou wat ik moet zeggen is dat te pas of te onpas. Iedereen moet zorgen gewoon voor zijn eigen vel en je eigen ding. En zorg gewoon dat je je straat netjes houdt. Ja. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, is het schoon. Tijd om iemand op heterdaad te betrappen. Ik neem mijn werk natuurlijk heel serieus. Waarom sta ik incognito hier op de hoek te kijken en te wachten tot mensen hun vuilniszakken naast de bak gaan zetten? Nou? Terwijl Mimoen zijn haar laat knippen. Ah ja. Maar dat geeft niet. Ik heb gewoon een kleine camera daar bij de vuilnisbakken neergelegd. Ja. Zodat we misschien iemand kunnen betrappen die zijn vuilniszakken ernaast legt in plaats van erin. Oké. En? Als je mij ziet keihard wegrennen, dan weet je waarom. Ik heb Maurits op de hoek gezet. Ja. Ik heb tegen die sukkel gezegd van... Hey, ga even daar staan, man. Anders kun jij ze betrokken. Even lekker laten voelen hoe het is om te werken. Zo. Straks gaan Maurits en Mimoen illegale afvaldumpers aanpakken. En proberen ze binnen te komen in het vieze huis van Danny. Met Mimoen. Welkom terug bij Maurits en Mimoen vragen om problemen. In Den Bosch heeft Mirelle een akkefietje met overbuurman Jos. Over een illegale parkeerplek voor de deur, waar ze van hem niet mag parkeren, maar hij zelf wel. Jos! De mannen zijn benieuwd naar Jos zijn kant van het verhaal. Alsjeblieft. Heel kort. 2 minuten. Ik beloof je dat er niks aan de hand is. Hij wil niet. Hij is groot, hoor. Ja, hij is groot, maar... Maakt het niet uit. We moeten iets anders bedenken. Wacht even, de plannencampagne. Dat heb ik nog nooit gehad, dat iemand niet met me wil praten. Jos is thuis en heeft negeren tot een kunst verheven. Maar aan de vasthoudendheid van deze pitbulls kan menig Jehovah-getuige een puntje zuigen. Wacht even. Je gaat gewoon zeggen, luister meneer. Nee, ik weet wat ik ga zeggen, maar ik zeg het even in mijn hoofd. Oké. Goedemiddag meneer, u spreekt met Maurits. Wij stonden net bij u voor de deur. Er is bij u in de buurt een beetje een probleem met het parkeren bij u voor de deur. Nee, er is helemaal geen probleem. Ik sta niemand in de weg, alleen ik sta daar voor mijn eigen deur. Daar kun je het wel mee uitrijden. Je gaat er nooit bij mij iemand aan hoeven te bellen, dat ze de auto niet kunnen verplaatsen. Dus eigenlijk wat u zegt is dat niemand daar mag parkeren, maar u wel. Wat ik eigenlijk zeg, dat niemand voor mij last heeft. Maar meneer... Mogen wij u onder een bakje thee met u ergens lopen? Hoeft niet bij u in de straat. Meneer, Jos, het hoeft niet bij u in de straat. Op gang. Zal ik nog een keer bellen? Ik persoonlijk heb... Ik zou nu liever een brief naar hem sturen. En ik denk dat we daar iets meer mee opschieten. Maar. En waar schrijf je nou een goede brief? Gaan we hier even de brief in elkaar gooien? Ja, maar ook even een patatje eten. Ik eet geen patat. Ik wel. Goed zo. Beste Jos. Hierbij willen wij, Maurits en Mimoen, onze excuses aanbieden voor het feit dat wij onaangekondigd met het camerateam bij u aan hebben gebeld. We respecteren uw wens om zonder camera een gesprek met ons te voeren en hopen dat u bereid bent om dat gesprek op een door u aangegeven tijdstip en locatie te voeren. Wij denken dat wij een goede oplossing hebben voor het probleem en die willen we graag met u bespreken. Volgens Maurits en Mimoen zit iedereen fout, dus iedereen moet zich aanpassen. Als niemand meer dubbel parkeert, dan bestaat het probleem ook niet meer. Maar dan moet wel iedereen meedoen. Wij willen een afspraak maken. Ja? Dat de hele buurt gaat ondertekenen dat niemand daarmee gaat parkeren. Want het is geen parkeerplaats. Hier komt de afspraak. Hier komt de datum. Oké, en dan komen hier de handtekeningen van iedereen die hier woont. Het zou ideaal zijn
als Jos ook ondertekent. Want de regels gelden eigenlijk voor iedereen. Als jullie zeggen, wij doen het niet meer, dus hopelijk jij ook niet meer, en hij tekent, dan is hij ook een winnaar. Maar als jullie tekenen en hij niet, dan is hij eigenlijk de enige niet-winnaar. Schiet het nog niet op, nee. Ja? Ja, maar ik heb geen problemen mee. Wacht, hebben we een stift bij ons? Ik heb hem. Je hebt het. Hey, je begint professioneel te worden. Ja, ik heb dit op slot, gozer. Ik heb dit op slot. Nou, dat verdient wel een applausje. Ja. Ik vind het geweldig. Je bent de eerste bitch boy van de buurt. In het Arnhemse Spijkerkwartier hebben de bewoners last van illegale afvaldumpers. Om de daders te betrappen hebben Maurits en Mimoen een uitgekiend plan bedacht. Mimoen is undercover bij de kapper tegenover de vuilcontainer, terwijl Maurits surveilleert. Doe je even de... Ik heb de pasje, ja. Ja, ga je hem gebruiken? Ja, goed zo. Heel goed, dame. Heel goed. Ja, pak ze. Jongen, kom eens even. Kom eens mee. You speak English? Yeah. Why didn't you put the garbage bag? It's closed, but you don't have any card? Then you cannot put it there. The police will give you a big fine. Okay. 300 euro. Come, let's go get the bag. Let's get up. Yes, go get the bag. But from now on, don't do it anymore. Maar ja, de gemeente heeft dit geniale systeem met de pasjes bedacht. Daarom hebben Maurits en Mimoen een afspraak gemaakt met de bedenkster. Mimoen, hou je in? Van die pasjes. Hou je in? Zul je daar hebben? Welkom in Arnhem. Hoi, Maurits. Dag, Maurits. Hoi, Chantal. Hi. Dag, Chantal. Hoi. Weet u waarom? U weet natuurlijk wel waarom we hier zijn, want we hebben u natuurlijk al gebeld. 1 juli zijn we begonnen met 700 van die containers af te sluiten en met 35.000 passen uitreiken over de hele stad. Dat is niet altijd even goed gegaan en mensen moeten enorm wennen aan het nieuwe ding. Dus daar begint het al mee dat je een pasje mee moet nemen als je met je zak loopt. Dus je moet 2 dingen meenemen de deur uit. En niet iedereen heeft een pas. En nou, sommige adressen hebben geen passen. U weet ervan dat er problemen zijn rond die vuilnisbakken. En waarom wordt er niets aan gedaan aan de vuilniszakken die naast de container worden gelegd? Vanaf 1 september, zeg ik. Maar komt dat door ons? Huh? Nee. En na 1 september? Handhaven. En dat klinkt heel heftig, maar... Hè? Een jachtgeweer van boven die daarnaast een poem. Ik heb iets heel smerigs. Dan gaan ze die zak openmaken. Kijken wat voor adres. Die heb ik wel eens gehad. 80 euro is dat. Ja, zonde, hè? De kans dat de pasjes afgeschaft worden... Nihil. 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 Niet. Dus ze moeten er gewoon mee leren omgaan. Yes. Dat meen je niet. De pasjes moeten blijven? Die zagen we niet aankomen. Oké, een goed plan. Iets met stickers of zo? Momsi. Moeroe. Ik weet dat ik geniaal ben. Ja. Wat gaan we hiermee doen? Dat zei ik. Wat gaan we met stickers doen? Ja, geef dat ook. Oké, daar. Geen dan, laten we dat dan gaan doen. Je moet dan beginnen bij de jeugd. Als kleine kinderen langslopen, dan worden ze hiermee opgevoed. Bam. Oh, leuk, dit is leuk. Ja, maar ik zeg tegen jou, 20. Er is helemaal niets gebeurd. Wat wij willen... Blijf praten, ik ben bezig. Dus wat wij willen is eigenlijk mensen erop attenderen... dat er een hele grote container is. Kom eens. Kunnen ze dit laten zien? Bam. Maar je bent niet gewillig. Ze hebben ons er al voor gevraagd. Bam. Wauw. Doen jullie dit, dan help ik even die man met de... Samen krijgen we de buurt wel schoon, hoor, Chantal. Yes! Ik hoop dat je probleem een beetje is opgelost, Chantal. Ja, ik ben heel blij met jullie. Je bent heel blij met ons. Dat is echt fijn om te horen. Hey, vriend, wij zijn echt goed voor Nederland, grap. Okay. Ja, echt waar. Voor Nederland, ja, dit is gewoon goed voor het land, gewoon, weet je? Hartstikke bedankt dat je ons hebt gebeld. Ik ben trots. Wij gaan ervan. Dank je wel, liefie. Dank je. Yes? Ja, we spreken elkaar. Ik ben heel dankbaar. Nou, wij jou ook. Dank je wel. Vergeet niet, rommel dicht. Case closed. Yes. Een paar straten verderop ligt Roberto regelmatig wakker van muizen. En volgens hem zijn die er gekomen omdat het huis van zijn buurvrouw en haar zoon verschrikkelijk vies is. Maurits en Mimoen proberen in gesprek te komen met deze vieze buren. Stoel is
lekker. Dat we naar binnen mogen. Ja. Hi, Danny. Hey, Danny, met Mimoen. Alles goed? Hey, je hebt bezoek in huis. Hallo. Ja, ik ben Mimoen. Chantal. Hoi, nichtje. Hi, Maurits. Chantal. Hoi, Chantal. Mogen we binnenkomen? Natuurlijk. Kom binnen. Trom, pom, 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 pom. Pom, pom. Wij zijn... Even om ons heen kijken. Ik ben wel benieuwd, snap je? Maar vind je het erg als ik kijk? Oh jee. Oh. Spinnenwebben boven het plafond. Ik zie gele muren. Ik ruik ook wat. Wat ruik ik? Ik denk de rook van mijn moeder. De rook van je moeder. Jouw buurman, Roberto, die heeft ons gebeld. Omdat muizen marathons lopen op zijn plafond. Ja. En hij denkt dat die muizen er komen omdat jullie je huis niet zo goed opruimen. Hij heeft ook heel erg veel last van jullie onkruid dat onder jullie hek door groeit en bij hem in zijn tuin terechtkomen. En hij heeft zoiets van, ja, kijk, luister, ik hou mijn tuin heel netjes bij. Ja. Maar ik vind het vervelend dat ik gedwongen word om het onkruid van mijn buren steeds op te ruimen. Daar kan ik in komen, ja. Hebben jullie hier last van muizen? Nee, ik heb hier zelf geen last van muizen. Nou... Stel, je hebt een date en je neemt een meisje hier mee. En ze kijkt zo en dan denkt ze zoiets van, hé, luister eens, vriend. Als je jezelf niet kan onderhouden, hoe ga je mij dan onderhouden? Nou, ik neem sowieso geen meisjes mee naar huis. Want? Ik val op jongens. Ah, stel je neemt een jongen mee naar huis. Ik heb gehoord dat homo's normaal super, super schoon zijn. Nou, Mimoen. Ja, dat klopt ook wel. Maar ja, als je s'avonds laat pas thuis bent, dan wil dat nog wel eens erbij inschieten. Sorry, dat is een zwak excuus. Ik vind dat echt een zwak excuus. Vind jij zelf dat het een probleem is? Ja, eigenlijk wel. Ik kan gewoon niet... Waarom doen jullie het niet? Ja. Vind je het erg als we de rest van het huis even mogen zien? Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vond het wel, hè? Nou, hier beneden wel. Boven liever niet. Want? Omdat dat, ja, dat vind ik een beetje privé, ook voor mijn moeder. Oké, okay, maar is het... Is het okay, waar is jouw kamer? Die is hier rechtsboven. Mogen we die van jou dan wel zien? Nee. Laten we in ieder geval beginnen met beneden. Geef ons alsjeblieft een rondleiding beneden. Nou, hier links het keukentje. Die vuilnisbak is vol, hoor. Dat kan die vuilnisbak is vol, ja. Dat komt omdat vanmorgen de vuilnisemmer buiten of de kliko nog helemaal vol zat. Kijk, voel, hoor. Hoor je dat? Ik hoor het, ja. Het plakt. Oké, misschien valt de luchtplaats wel mee. Volgens mij is er een dubbele schutting en het groeit er nog steeds onderdoor. Is het wel netjes? Of netter? Netter dan de keuken. Nou, misschien moet ik hier maar gaan koken dan. Misschien wel. Nee. Ik weet dat je een tegenstander bent. Oh. Maar ik ga naar boven. Ik ga naar boven. Oh nee. En jij mag zelf beslissen of je me laat zien wat je kamer is, of dat ik op ontdekking ga. Ik schaam me er echt een beetje voor. Daarom, Ik ook. Maar we willen helpen. Dit is jouw slaapkamer. Ja. Danny. Je hoeft je niet te schamen. Ja, dat doe ik dus wel. Je hoeft je absoluut niet te schamen. Je bent nu in een fase dat heet bewustwording. Ben je bewust van het feit dat het niet verder kan? Ja, dat ben ik eigenlijk al een hele tijd. We moeten beginnen met als het zo ruikt, moet je opruimen, Dan. Wanneer heb je voor het laatst die Luxoflexen opengedraaid? Een week geleden. Gaan we er wat aan doen en dan ga je het zo houden? Dat gaan we absoluut doen. Beloof het? Dat beloof ik. Word je een beetje emotioneel? Ja. Ik vind het een beetje, ja. Gênant. Ja, nogal. Dat is niet erg. Kom, we gaan er samen wat aan doen. Wat gaan we doen? Yes? Yes. Ja, tijd om poetsliefhebber Roberto erbij te halen. Die kan bij Danny en Marga zijn hart helemaal ophalen. Roberto! Hey, gozer. Hey, we hebben Danny te pakken gekregen. En we mochten zelfs van mij binnen. Je zenuwachtig dat je weet dat de buurman die geklaagd heeft bij je binnenkomt? Ja, weet je wel. Eerlijk gezegd. Je bent een clean freak, hè? Ja. Toch? Nou ja, valt ook wel mee. Eerlijk, je bent een clean freak. Oké, brace yourself. Yeah. Ja. Ja? Oké. Hey, jongen. Hoi. Hey. Danny. Roberto, Danny. Ja. Roberto. Ja. Zeg. Je bent voor het eerst binnen. Ja. Wat is je eerste indruk? Kijk even goed om je heen. Neem het in je op. Kijk goed om je heen. Ik schrik een beetje, als ik eerlijk mag zijn. Maar ja, goed. Kan je Danny misschien vertellen waarom je ons hebt uitgenodigd? We willen absoluut geen ruzie met elkaar. Ik bedoel, hè? Nee, klopt. Maar ik bedoel, op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik baal er een keer van. Het hangt me een keer de strot uit.
Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan nu een keer aan jouw moeder denken. Want zij weet niet dat we hier zijn. Nee, ze weet helemaal nergens van. Dus wij gaan haar, we gaan haar verrassen. Toch? Dus, ja. Nou, dus laten we dan beginnen voordat ze thuis komt en... Zullen we beginnen? Ja. Piano! Stop, 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 zwart. Klein verrassing. De tuin gaan wij niet zelf doen. Daar heb ik twee professionals voor gevraagd. En jongens, 10 minuten, kwartiertje, zullen jullie klaar zijn? Ja, niet meer. Zoiets. Ja, lekker poetsen, jongens. Geen muizen? What the fuck, nigga? Dus niet bang voor honden, maar wel voor duizen. We need some help. Goed plan. Heb je zin om ons te helpen? Met opruimen? We zijn even aan het opruimen. Een kwartiertje van je tijd. Heeft u zin om ons te helpen? Altijd. Kom. Wat moet ik doen dan? Kom dan maar gewoon mee. We hebben vele handen maken lichte werk. Ben je vrij? Ik ben vrij. Nou, heb je pijn aan je handen? Nee, ik kan ze meehelpen. Kom. Ja. Kijk, dat schiet op. Hartstikke goed, de tuin is klaar. Maar gaat het lukken om alles af te krijgen voordat Danny's moeder thuis komt? In de pittoreske wijk Hambaak in Den Bosch willen Maurits en Mimoen met iedereen afspreken om niet meer fout te parkeren. Mirelle heeft al getekend, maar het is de vraag of de rest van de buurt ook meedoet. Ik kom een buurvrouw. Valerie! Je moet komen. Ik heb moeten tekenen dat we niet meer dubbel parkeren. Mm-hmm. Dus of jij ook even je handtekening wil zetten. Niet meer voor het rode paaltje zetten. Ja, maar hier wel. Ook niet. Kijk, het liefst gewoon daar, mevrouw. Mevrouw, Valerie, ja? Aangezien je net heeft getekend, ja? Moet die auto ook gelijk weg. Ja, dat gaat ook gelijk weg. Helemaal te gek. Dank u wel. Hallo, mevrouw. Diaan. Wil je tekenen dat je niet dubbel parkeert en Rob? Hartstikke bedankt. Nou, alsjeblieft. Hey. Bijna iedereen heeft getekend. De geheimzinnige Jos is dus nu de enige die niet meedoet. Maar hij laat wel iets van zich horen. Hij wil ons spreken zonder camera via de achterdeur. Maar we gaan normaal naar binnen. We gaan normaal naar binnen en we gaan proberen zijn handtekening te krijgen. Dat is het belangrijkste. Hallo Jos. Hey. Wij willen gewoon kleine irritaties niet uit de hand laten lopen. We hadden met de buren gesproken en die hadden hun kant van het verhaal verteld. En zij hebben aangegeven, nou ja, wij parkeren daar soms. En het is vervelend en het is lastig. Het hoeft niet lastig te zijn. Als ze toch een beetje verzoenen in een flikker hebt, dan zet uw auto weg. En doe niet dubbel parkeren. Je zet het er ook niet voor een garage deur neer. We hebben een oplossing voor de buurt bedacht. De buren en de buurt zijn bereid om af te spreken dat niemand hun auto hier meer zet. We hebben zelfs een soort overeenkomst gemaakt. Die hebben we bij ons. Mogen wij uw handtekening filmen? Ja, dan. Ja. Ja. Yes, Jos is om. Jongens, kom, we mogen filmen. Wij hebben hier een overeenkomst, eigenlijk een afspraak, een soort buurtafspraak. En daarmee gaat de hele buurt afspreken dat niemand hier meer gaat parkeren. De rest van de buurt heeft hem al ondertekend. Als u hem ook tekent... Dan zet ik hem er ook niet meer neer. Wauw! Mag ik een soort halve knuffel? Geef een knuffel, jongen. Je wil knuffelen. Ja, tuurlijk, ik wil wel een knuffel aanslaan. Hey. Ik vind dit echt van de man waarvan ik dacht... Wat een, sorry dat ik het gewoon zeg, wat een klootzak. Hij wil niet eens met ons praten. Blijkt u super, super leuk te zijn. Ah. Oh, dit is, we hebben hem. Jos. Geef hem ook een knuffel, man. Oké, Jos, kom maar. Jos de Big Boss. Ik hoop dat we hier bij de buurt een dienst hebben bewezen. Alle handtekeningen zijn nu gezet. Maar Maurits gaat voor het onderste uit de kant. Weet je wat ik helemaal tof zou vinden? Ja. Wij gaan de buren zo'n steekwagentje geven. Zal ik hem geven? Dat zou ik nog helemaal te gek vinden. Wilt hij dat? Nu? Was het niet? We gaan om ze heen. Kijk eens wie we hebben meegenomen. Dag Jos! Ah, Jos! Oh, ze maken knuffelen. Oh, waar wordt het gezien? Nee, het is ook niet tegen. Kijk, de hele buurt is er blij mee. Kijk. Ik heb ook ondertekend. Ja? Oké, dat hebben we allemaal goed gedaan. Nee, we mogen er niet meer leren. Even een handje aan Patrick, want dit is ook een gauw. Nee, maar.
Oké, okay, ik ga dus de drie tellen en dan schreeuwt iedereen handbaken. Oké? Okay? Nee, dat is te vroeg. Goed! Oké, twee, drie, handbaken! Zometeen zie je hoe Marga reageert als ze ziet dat haar huis helemaal is schoongemaakt. Maurits en Mimoen zijn in Arnhem, waar ze het huis van Danny en zijn moeder Marga volledig hebben schoongemaakt. Marga weet nog van niks en kan ieder moment thuiskomen. We wachten op je moeder. Helemaal, ja. Voel je meer bij? Ja, totaal. Echt. Wat gaat er door je? Ik ben helemaal shaken. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Hoe denk je dat ze gaat reageren? Emotioneel. Ja? Ja. Ze wilde het al heel lang, maar... Ik kan mezelf gewoon zien in de vloer. Helemaal niet. Kom samen. Oké. Okay. Hoi. Dit was het en dit is het. Dus dit was het en dit is het. Dag, man. Ja, we hebben het toch gedaan. Ik heb je net vooral. Oh, wat zijn we? Zijn we rotzakken? Kom hier, liefie. Nou. Bijna rotzakken. Alsjeblieft. Oh, hij is Chantal. Zo zat in het complot. Maar mama. Oh. Dit is niet alles. We gaan eerst even de keuken. Ben je helemaal in de war? Kijk de keuken, kijk eens naar de keuken. De keuken is schoon. Ja. De keuken is schoon. Alles is fris en alles is schoon. Gaan we naar buiten. We hebben ook de tuin opgeknapt. Oh, mooi. Bam, 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 bam. Oh, echt mooi. Vind je het mooi? Ja. Super mooi. Hij is echt. Ja. We waren allemaal zo zenuwachtig. Oh, echt mooi hoor. Hé, hey, de olielamp. Die doet het. Die doet het. Die heb je nog, ja. Danny, wat heb jij beloofd? Ik ga jou echt heel erg helpen met schoonmaken, opruimen en het zo te houden zoals het nu is. Daar ben ik ook blij mee dat je dat zei. Kom er eens bij, Roberto. Kom er eens bij. Dit is jullie buurman. Dankjewel, Roberto. Dankjewel. Ik zie gezin. Moet je me knuffelen? We gaan even... Wacht even. Oké, zijn jullie boos op hem? Nee. Ik wist dat de lieve buurman was. Wij gaan er vandoor. Ja. Moeten wij door de voordeur naar buiten? Of gaan wij achterlangs weg? Wat vind jij? Van mij mag je door de voordeur. Want? Ja. Hij gaat het toch schoonmaken? Ik ga er gewoon met de dweil achteraan. Dat zocht ik! Dat zocht ik en daarom zei ik het. This guy, joh. Danny, waar is Deborah? Die is binnen. Ja. Oh, die is binnen. Nou, je muizenprobleem is opgelost. Ja. Op zoek naar een poes. Kom op. Oh, my. Besef je dat je in 100 kilometer zone rijdt? Is dit 100 kilometer? Ja, gaat dus trajectcontrole. En dan zeg je nu wel tijd. Nou, ik weet niet, je rijdt auto, dus ik ga ervan uit dat je oplet. Maar dat wil niet zeggen dat ik overal weet hoe hard je mag rijden. Nou ja, je hebt borden langs de weg die dat aangeven. You don't have to be English to speak English, my friend.
betekent van... Ik versta Engels, maar dat klopt niet. Dat klopt wel. Ik ga mijn niveau aanpassen. Doe dat, alsjeblieft.